Een actieve storing trok vannacht over Nederland. De meeste bewolking die daarbij hoort ligt inmiddels boven Duitsland, maar ook boven Nederland zien we nog wat restanten. Dat zijn vooral een aantal buien die vanochtend vroeg nog vooral in de zuidoostelijke helft van het land zich bevinden, maar vanaf de Noordzee wordt het steeds vaker droog. Vanochtend dus met name in het oosten en zuiden van het land verspreidt nog een aantal buien. Vanuit het noordwesten wordt het droog, maar helemaal droog wordt het niet. De kans op een enkel lokaal buitje die blijft wel. De zon breekt vaker door en bij een matige noordwestenwind wordt het dan uiteindelijk ongeveer 8 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen dan droog. Er zijn brede opklaringen, vooral in het noorden van het land. En waar het stevig afkoelt kan misschien wat nevel of een mistbankje ontstaan. Vannacht neemt dan de bewolking toe en morgen houdt die bewolking eigenlijk stand. De zon die is slechts heel af en toe te zien en later op de dag wordt de bewolking dikker met vooral s'avonds in de westelijke helft kans op wat regen. Warmer dan 5 of 6 graden wordt het dan niet. Ook vrijdag trekt nog een storing over ons land. Dan veel bewolking en met name in de zuidelijke helft van tijd tot tijd regen. In het noorden van het land blijft het mogelijk heel de dag droog. In het weekend is het dan waarschijnlijk overal droog met vooral zaterdag ruimte voor de zon. Wel doet de temperatuur een klein stapje terug. Wij wensen u een fijne kerst.